is vrijdag 24 juni. En ik sta hier bij de Malietoren. En die wordt zometeen om 11 uur opnieuw geopend. Door koning Willem-Alexander. En het lijkt wel op een piramide, toch? VNO-NCW, dat zit hier in de Malietoren. En dat vertegenwoordigt ongeveer 300.000 bedrijven. Maar ook de multinationals. En natuurlijk de belangen van koning Willem-Alexander. Dus ja, die gaat het openen. Ik zie daar bosjebloemen. En ze moeten wel goed hun best doen voor de koning. En Ingrid Thijs is het gezicht van VNO-NCW. Maar ja, enkele Katwijkers spelen ook een grote rol. En dat is voorheen Niek-Jan van Kesteren. En nu op dit moment Kees Oudshoorn. Katwijker Kees Oudshoorn. Die is algemeen directeur. En dat is een groot voorstander van Artificial Intelligence. En de Sustainable Development Goals. Die moeten er doorheen geramd worden. VNO-NCW. Kijk, aan de overkant van Snackbar de Vrijheid. Die helemaal gemoderniseerd is. Het wachten is op de koning. Daar komt de commissaris van de koningin, arriveert hier. In zijn dienstauto. Heb ook wel zin in een borrel natuurlijk. Mooi. De voorbereidingen gaan beginnen. De Zuidoutse weg, daar staat de Malietoren. Hele belangrijke weg. Verderop heb je het Koninklijk Paleis. En de SER zit er, de Sociaal-Economische Raad. Allemaal trouw aan de koning, zweren zij. Hoe kan het ook anders? Net zoals de advocatuur. En de piketadvocaat die mijn dossier nog niet heeft opgestuurd naar mij. Ik wacht er pas sinds 8 maart op. Hè? Gezellig. Pelsrijke, ook aan de Zuid-Duitseweg. Het maffiakantoor. Waar bestuursvoorzitter Frank Oranje tientallen jaren lang de derde geldenrekeningen mocht legeroven. Ja. En wie is er voor opgepakt? Helemaal niemand. Want Frank was de enige dader, zeggen ze. Maar ja, wat wist Hans van Wijk? Die was bestuurslid derde geldenrekening. Hè? En Hans zit er nog steeds. Zo, 10 voor 11. Commissaris de koningin Jaapie, die gaat op ons klaarstaan. Want de koning kan elk moment arriveren. Ik ga maar niet aan de overkant staan, want ik sta te boeken als een gevaarlijke eenling. En voordat je het weet, flikkeren ze me weer in de cel of in de ISO. Nou, daar komt mevrouw Thijssen. Doe toch normaal, joh. Geef gewoon handen. Thijs is een grote voorstander dat iedereen weer mondkapjes gaat dragen. Dus dan weet je bij wie je moet zijn. Thijs. Zij is het gezicht, maar Kees Oudshoorn is belangrijker. Uit de Katwijk. Met een C schrijf je zijn naam. Van elk moment arriveren. The King, Le Roi.
Daar komt de koning bij Elven. VNO-NCW filmt mee. De veiliging is er klaar. De fietsers gaan even tegenhouden. De koning moet nog even wachten op het verkeer. Le Roi. The King. Boksje. Ah, Picky Nozen. Zorg wel dat ik genoeg winst heb. En hij gaat de piramide. Hij betreedt de piramide. De koning gaat naar binnen bij de piramide van VNO-NCW. Dat is trouwens een parkeergarage. Verderop zit Kimmetje Putters. Nu nog cultureel planbureau, maar die gaat naar de CER toe. En hij volgt Mariette Hamer op. Maar de mannelijke echtgenoot van Kim Putters, die is hier weer secretaris van het VNO-NCW. En die jonge man heet Marijn. Marijn. Visser. Ga maar zoeken. Connecting the dots. Superbelangrijk. Bezuidenhoutseweg. Daar zit ook de stichting Machiavelli Prijs. En die zit in hetzelfde gebouw als de hoofdsponsor van de Machiavelli Prijs. En Stefan Schrover is een van de bestuursleden. En dat is de rechterhand van Mark Rutte en de koning. Ja, best wel bijzonder toch? Dus ze geven elkaar allemaal prijsjes. En een Machiavelli Prijs of een lintje. Ja, en een klokkenluider kan afbranden en in de cel geplaatst worden. This is the Netherlands. And look at the pyramids. Dat is de Bezuidenhoutse weg. Richting plein en binnenhof. Hier zie je dan de roadblocks, de barriers. Vrijdag 24 juni 2022. En verderop bij de korte poten ook betonblokken. En dat is bij de Koekamp. Het is 10 over 12, vrijdag 24 juni.
bij de piramide van VNO-NCW staat nog steeds het escorte. En de AA86, de koninklijke auto van de koning. Nou, die zit daar lekker een slaatje te eten. En spareribs en oranje bitter. En ze dansen de Macarena met Kees Oudshoorn en Nick-Jan van Kesteren en Ingrid Thijssen. Hey Macarena. En straks allemaal lekker weer een mondkapje op. Want dat moet van Ingrid Thijssen. Promoters van de SDG, Sustainable Development Goals, promoters van vaccins. En straks krijgen we een middag of avond of ochtendklok. Gaat de chauffeur van Leroy. Het is bijna 10:50. Escorte staat klaar. Hij zou ook kunnen gaan wandelen naar het paleis, want het is vlakbij immers. De commissaris, de koningin komt naar buiten. Dus de piramide opent zijn deuren. Staat hij de koning. De ultimate beneficial owner van de BVNL. Ons land is een BV.
Het grote piramidespel, de Malietoren. Niet vergeten. Nou, vanochtend was ik even bij de opening van de Malietoren door de koning. Ik laat jullie even een filmpje zien van Katwijker Kees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW. En welke agenda heeft hij, hanteert hij? Kijk even mee naar het filmpje van 2 jaar geleden. Zeer veel dank dat ik hier mag spreken. Sylvester belde mij daarover een aantal maanden geleden. En hij zei toen dat hij besmet was met een virus. En dat was ook echt zo, want hij had toen griep. Dat toen al. Maar daar doelde hij eigenlijk niet op. Hij zei, ik ben besmet met het virus van het Brabantse weefsel. En dat is een weefsel, een samenleving waarin publiek en privaat, academia en burgers de schouder aan schouder onder zich zetten onder ontwikkeling in de samenleving. En dat is in goede en slechte tijden. Nou, dat hebben we ook hard nodig nu AI zo'n enorme gamechanger gaat worden. En dat wil ik graag toelichten. Ik zal dat dus doen omdat ik zowel AI binnen VNO-NCW wat meer onder de aandacht heb gebracht, maar ook omdat ik de initiatiefnemer ben geweest van de Nederlandse AI-coalitie. En daar inmiddels voorzitter al een tijdje van ben. Wij zijn daar in oktober 2019 mee begonnen. En net als het coronavirus stijgt dat een beetje exponentieel. Wat is je gezicht, Kees? We zijn begonnen met 70 partijen en we hebben er nu meer dan 300. En ik was toevallig een aantal dagen geleden in Hengelo. En inmiddels is alles wat technologisch Twente is, ook aangesloten. Dus dat loopt goed. 75% van die partijen is bedrijfsleven. Daar zit dus ook de academia bij, maar ook overheden. De minister van Onderwijs mocht ik langskomen, want zij wilde graag lid worden van de AI-coalitie. Nou, dat hebben we toegestaan. Ze moest €15.000 betalen, want dat was het lidmaatschap. En dat heeft ze gedaan. Maar ook de nationale politie is aangesloten. Want ook het thema veiligheid kan met AI grotere stappen zetten. En ook defensie. Dus het is een breed consortium. Ik kom straks wat uitgebreider op de AI-coalitie terug. Ik wil eigenlijk 3 boodschappen met u doornemen. De eerste is dat AI relevant is, zeer relevant is voor de toekomstige welvaart van Nederland. De tweede is dat wij in de benen moeten komen. Dat we het versneld moeten aanpakken. En dat we dat niet geïsoleerd moeten doen, ook niet provincie voor provincie, maar nationaal. En de derde is dat wij dat op een bepaalde manier moeten doen, namelijk op een Europese manier en niet op een Amerikaanse of een Chinese manier, op een Europese manier, waarin vervolgens, en dat is wat daar ook staat, dat Nederland kan daar goed een koploper in zijn en een toonbeeld, een voorbeeld van zijn. Dan begin ik eerst met het eerste onderwerp. AI is, artificiële intelligentie, is niet zomaar wat wordt genoemd een sleuteltechnologie. Een omgekeerde piramide. Er zijn sleuteltechnologieën zoals nanotechnologie, zoals fotonica, quantum, staat hier allemaal op de ding. Maar AI is wat ze noemen een general purpose technology. Gaat door in elke toepassing van elk onderdeel van onze samenleving een rol spelen. Het is vergelijkbaar daarmee met de komst van de stoommachine of elektriciteit. Het is dus een transformatieve technologie. Het verandert onze samenleving. Het verandert ook de structuur van de economie. We spreken over de second machine age. Tweede machinetijdperk in het Nederlands. We hebben eerst arbeid vervangen door de machine. En nu ons hersenwerk wordt vervangen door de machine. En dat is een geweldige gamechanger. En dat is... Enerzijds is dat promising, om het op zijn Engels te zeggen. Want allerlei maatschappelijke zaken kunnen wij straks mogelijk veel beter gaan oplossen. Als het gaat om de medische diagnoses en de zorg, het transport en het vervoer. Ik vind het niet leuk. Veiligheid, ik noemde het net al. Maar het is ook van groot belang voor ons verdienvermogen. Het is dus een transformatieve structuur. En ik zal daar iets meer over zeggen, want wat doet het dan vervolgens met de structuur van je economie?